We zijn aan het spreken over de laatste tijd over al die nieuwe beginnen die Jezus gebracht heeft bij zijn dood en zijn opstanding. We hebben het gehad over licht, we hebben het gehad over liefde. Het zijn allemaal belangrijke dingen, het zijn ontzettend belangrijke dingen. Maar het belangrijkste hier, er zijn bepaalde dingen die je kan feinsen, zullen we zeggen. Er zijn bepaalde dingen die je kan doen alsof en mensen kunnen je geloven. Maar er is één ding. En dat is volgens, als we goed naar Gods woord kijken, is er één ding dat je niet kan doen alsof. Want het komt ontzettend gewoon naar boven. En dat is nederigheid. En nederigheid is eigenlijk de fundering van het christelijk leven. Nederigheid is, zoals iemand eens heeft gezegd, het vreemde van nederigheid is, het moment dat je denkt dat je het hebt, is het weg. Nou, ik denk aan een man die een keer zei van, hij zou een boek schrijven over hoe nederig hij was. Want hij was heel trots op zijn nederigheid. We begrijpen wel dat dat nergens naartoe gaat. We gaan vanmorgen spreken daarover en we gaan ook zien wat Gods woord daarover zegt. Maar we gaan het doen vanuit, natuurlijk vanuit de Bijbel uiteraard. Maar, neem me niet kwalijk, ik heb deze week een hele zware keelontsteking gehad. Dus als ik af en toe afval, zullen jullie me wel moeten vergeven. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord. Maar ik dank u, Vader God, voor wie u bent. Want u heeft ons getoond toen u kwam op aarde. Toen u hier was, heeft u ons laten zien wie u werkelijk was. Wie God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest werkelijk zijn in één. Zoals u zei, hoor o Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. En wij danken u daarvoor, Vader God. Zegen deze dienst, verdere dienst, zegen ook het woord, vraag in Jezus' naam, dat het ingang mag vinden in onze harten en een uitgang mag vinden naar de wereld om ons heen. In Jezus' naam, amen. We gaan kijken naar Matteüs vers 11. En dit is een tekst die we in principe bijna allemaal uit het hoofd kennen en heel vaak hebben gehoord. En soms vind ik persoonlijk dat we daar niet genoeg mee doen. En dat is waar Jezus zegt tegen zijn discipelen. Alle dingen zijn mij overgegeven door de Vader. En natuurlijk hebben jullie allemaal alle teksten daar, hè? Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en wie de Zoon hem wil openbaren. En dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft ons de Vader laten zien, en hij heeft ons de Zoon laten zien, en hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, die dat allemaal voor ons heeft bevestigd en versterkt heeft. En dan zegt hij hier, hij zegt al tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is een van de belangrijkste dingen. Als je mensen in deze wereld zou willen vragen wat ze het meest zouden willen hebben, weet ik zeker dat ze zeggen rust. Vrede. Niet alleen om je heen, maar ook in je gedachten. Want er komen dingen op ons af, er gebeuren dingen waarvan je zegt, maar waarom is dat in vredesnaam nou gebruikt? Dat begreep ik helemaal niet. Ik moet jullie eerlijk zeggen, een heleboel vragen worden pas beantwoord aan de andere kant van de eeuwigheid. Het komt puur en simpel neer op één ding, vertrouwen. Vertrouw op de Heer. Moet ik ook zeggen dat dat moeilijk is, zo af en toe. Maar hij laat ons nooit alleen. En daarom zegt hij, kom tot mij. Als je bent vermoeid, heb je lasten, heb je dingen die je omlaag trekken, ik zal je rust geven. Want zeg, neem mijn juk op u en leer van mij. Hij zegt, neem je juk. Ik zeg, je hebt een juk. We hebben deze wereld, hebben wij dingen die wij moeten dragen. En hij zegt, maar leer van mij, want ik heb ook deze wereld dingen moeten dragen. Heb je gezien wat ik moest dragen? Niet waar? En je moet niet vergeten, hij heeft het vrijwillig op zich genomen. Voor ons. Want zegt hij, ik ben zachtmoedig en wat? Nederig van hart. Weet je wat hij, waarom zegt nederig van hart? Hij heeft niet gezegd, ik ben nederig. Hij zegt, ik ben nederig van hart. Weet je waarom? Het komt van je binnenste, het komt van je core, het komt van je nefesh. Nefesh is het Hebreeuws woord dat vertaald wordt in het Oude Testament als mijn geest of mijn ziel. Dat betekent eigenlijk de ware essentie van wie ik ben, als je het letterlijk moet vertalen. Dus de ware essentie van wie, dus mijn nefesh. En Jezus zegt,
Ik ben nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, zelfs in de moeilijkste situaties kan je rust ondervinden. Soms in situaties die je helemaal zegt van, ja, maar dat slaat nergens op, kan je rust ondervinden. Want het is belangrijker voor God wat er in ons gebeurt dan wat er om ons gebeurt. Hij wil ons van binnenuit veranderen. Daarom staat er in die tekst in Colossense, ik neem me niet kwalijk, in Corinthiërs, zegt hij ook, hij zegt, wanneer je de zware situatie hebt, zal ik de weg eruit banen. En het staat letterlijk, in het Grieks staat er letterlijk, ik zal de weg uit dat probleem voor je banen, zodat je eronder kan blijven staan. Dat is letterlijk wat er staat. Hij zegt, heb je een probleem? Ik zal een weg uit dat probleem voor je banen, zodat je letterlijk eronder kan, blijven staan. Maar als je weg voor me eruit baan, waarom moet ik eronder blijven staan? Omdat het belangrijker voor God is wat er in jou gebeurt dan wat er om je gebeurt. Hij wil jou in bepaalde, hij zet ons in bepaalde situaties om ons van binnenuit te veranderen. Dus stel je bent in een situatie waar het heel erg moeilijk is. Echt heel moeilijk en je hebt problemen met die mensen en wat dan ook niet. En je gaat elke keer weer, als je daar toe moet, dan zit je in de spanning. Maar als je op een gegeven moment zegt van, Heer, ik kom tot u, want ik ben vermoeid en ik ben belast. Ik wil uw rust hebben. Ik neem uw juk op mij, want ik wil van u leren. Ik wil ook zachtmoedig zijn. En in plaats van terug te vechten, bid je erom. Je bidt om die persoon die je problemen geeft enzovoort. Na een tijdje is het probleem helemaal niet veranderd, maar jij wel. Je hebt de rust wanneer je daar gaat. Die dingen die mensen tegen je zeggen, die hinderen je niet meer. Dat is wat die tekst betekent. En dat is wat de Heer van ons vraagt. Hij zegt, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. De enige reden waarom hij dat kan zeggen, is omdat hij onze lasten en ons juk eigenlijk voor ons draagt. Ik heb jullie vaker verteld, hè, wat ze vroeger deden, is als ze een beest dat nou zo'n ploeg moest trekken, maar dit nooit eerder had gedaan, een jong beest, zetten ze hem altijd samen met een, zullen we zeggen, ervaren, sterkere os of een koe of wat dan ook niet, die dat kan doen. En zetten ze de last meer op dat beest dat ervaring heeft, zodat die andere het langzamerhand kan leren. Dat is wat dit eigenlijk hierop doet. Hij draagt onze lasten voor ons. Kijk met mij naar Efeziërs hoofdstuk 4. En hij zegt hier, zegt Paulus, als gevangene voor de Heer, dring ik er bij u op aan, een leven te leven die uw roeping, die u ontvangen heeft, waardig is. Dus hij zegt, we moeten een leven leven, want God heeft ons geroepen, we moeten ook zo, als zodanig leven. Hij zegt, wees geheel en al nederig en zachtmoedig. Hij zegt niet een klein beetje, hij zegt geheel en al nederig en zachtmoedig. Elkaar in liefde te verdragen. Doe er alles aan om de eenheid van de geest te behouden door de band van vrede. Er is één lichaam en één geest, gelijk u ook geroepen bent. Tot één hoop bent u geroepen. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen is en door allen en in allen is. Maar aan een ieder van ons is genade gegeven zoals Jezus die gewezen heeft. Dus als je in een situatie terechtkomt waar dingen heel erg zwaar zijn, krijg je ook meer genade. En één ding moeten we weten, de genade van God brengt ons nooit ergens naartoe waar de genade van God ons niet kan beschermen. Hij is er altijd bij. Ja, het is moeilijk. Maar hij zegt, wees geheel en al nederig en zachtmoedig. Elkander in de liefde verdragen. Want soms hebben wij een bepaalde situatie, maar je moet niet vergeten, soms ben jij ook in een bepaalde situatie met een bepaald persoon. Maar dat we die mensen echt leren ondersteunen, echt vanuit een standpunt van liefde moeten we daarmee omgaan. Dat is wat hij zegt, geheel en al nederig. Ik ga zo direct daar meer over zeggen. We gaan zo direct daar verder naar kijken. Kijk, laten we ook kijken naar Filippenzen hoofdstuk 2. Gewoon de volgende tekst. Dit is een tekst die we heel veel aanhalen. Want dit is, vind ik, zo'n centrale tekst over hoe wij moeten zijn. Dit is Filippenzen 2. Gewoon het volgende boek.
Ik lees vanaf vers 1. En hij zegt: indien u enige aanmoediging heeft van het eens zijn met Christus. Dus als je aangemoedigd wordt, omdat je één bent met Christus. Indien u enige troost heeft in zijn liefde. Indien u enige gemeenschap heeft met de geest. Indien u enige tederheid en barmhartigheid heeft. Maak daarmee blijdschap volkomen door één van gedachten te zijn. Dezelfde liefde hebbende, één zijn in geest en doel. Het punt is dat je moet rekening houden waarom wij elke keer weer als een lichaam worden gezien, is omdat als mijn lever ruzie krijgt met mijn nieren, heeft alles een probleem. Dan heeft mijn hart ook een probleem en heeft mijn tenen ook een probleem, mijn haar heeft ook een probleem, mijn hersen ook een probleem, waar of niet? Zie je? Het heeft allemaal gevolgen. Daarom is die eenheid zo erg belangrijk. Dat als één persoon leidt in de gemeente, leiden we allemaal. Als één persoon in de gemeente en het lichaam van Christus probleem heeft, hebben we dat allemaal. En daarom zegt hij zegt, indien u enige tederheid en barmhartigheid heeft. We kijken naar mensen, echt, als je soms heb je een probleem en een persoon zegt iets tegen jou enzovoort en het raakt je op een verkeerde manier of ze zijn onvriendelijk enzovoort. Het eerste wat je doet, dat heb ik lang geleden geleerd. Ik zeg, Heer, laat me deze persoon zien door uw ogen. En dan krijg je een heel ander zicht. Je ziet heel iets anders. Iemand heeft eens gezegd, een echte vriend is iemand die alles van je weet en je toch mag. En dan gaat hij door vers 3. Doe niets uit zelfzuchtige ambitie of ijdele eigendunk. Maar in ootmoedigheid, zie, in nederigheid, achter de een, de andere uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Uw houding of denkwijze moet hetzelfde zijn als die van Christus, die in de vorm van God zijnde het en niet vond dat gelijkheid met God een zaak was die ernstig verlangd moest worden, maar zichzelf ledigde tot iemand zonder positie en op zich nam de ware aard van een dienstknecht, gemaakt in de gelijkenis van een mens. Ik heb het gewoon letterlijk vertaald. Want op een gegeven moment ging ik naar die teksten kijken en ik zeg van, het geeft niet echt weer wat er staat. Het is een beetje omslachtig. Dus ben ik gewoon naar die Griekse tekst gegaan, heb ik die woorden letterlijk genomen. Dus letterlijk wat er staat, uw denkwijze moet hetzelfde zijn als die van Christus, die in de vorm van God zijnde, dus hij was God, niet vond dat gelijkheid met God een zaak was die ernstig verlangd moest worden, maar zichzelf ledigde of zichzelf ledig maakte tot iemand zonder positie of stand of status en op zich nam de ware aard van een dienstknecht. Dat is letterlijk wat er staat. Dus wat deze tekst eigenlijk zegt, is dat Jezus toen hij op aarde kwam, gelijkheid aan God, hij was God. Je moet niet vergeten, Jezus was niet gelijk aan God, Jezus was God. Toen Jezus op aarde liep, was hij 100% mens, hij was 100% God. Puur en simpel. Oké? Jozef was niet zijn vader, Jozef was zijn stiefvader. En daarom zegt hij heeft zichzelf geheel en al geledigd van zijn goddelijkheid en heeft toen de positie op zich genomen van een dienstknecht. Want alles wat Jezus deed, was dienen. Dus alles wat hij deed. Je moet ook niet vergeten, en dat moet ik ook erbij zeggen, het was namelijk zo in het oude nabije oosten, dat ze allemaal goden hadden. Ja, ze hadden alle God voor die en ze hadden God voor dat en ze hadden God voor alles. En die goden moesten gediend worden. Ja, je moest offers brengen. Soms brachten ze zelf hun eigen kinderen als offers. Ja, dat gebeurde ook. Kan je ook in de Bijbel zien en dat er ook in de geschiedenis weten we dat ook gebeurde. Dus ze moesten al zijn offers brengen, want de goden waren heel erg wispelturig. Je weet nooit wat ze zouden doen. Want je moet niet vergeten, natuurlijk waren die goden zo, want zij hadden die goden zelf gemaakt en mensen zijn wispelturig. Dan gaan je goden ook wispelturig zijn. Maar onze God verandert niet, want Jezus is gisteren, heden en tot alle eeuwigheid hetzelfde. Jezus speelt geen spelletjes met ons. Bij Jezus is het letterlijk, waarom ik echt van hem hou, is om deze reden, what you see is what you get. Hij speelt geen spelletjes met ons. Hij zit niet te zeggen van, ik ga dit doen om te zien wat hij gaat doen. Dat doet hij niet met ons. Hij wil ons maken naar het evenbeeld. God wil ons maken naar het evenbeeld van zijn zoon.
En wat was het evenbeeld van zijn zoon? Een dienstknecht. Dat was Jezus, een dienstknecht. En vers 8 zegt, en hij werd gevonden in de gelijkenis van de mens, vernederde hij zich en werd gehoorzaam tot de dood, zelfs tot het kruis. Dus hij heeft zichzelf vernederd om op een verschrikkelijk slechte manier gedood te worden. Zo makkelijk zijn je een pijl door de persoon heen schiet, oké, boem, dat is mooi. Maar ze hing je aan een kruis naakt. Dat was verschrikkelijk. Maar tot daarin is hij gehoorzaam geweest om ons te dienen. En onze vader gehoorzaam te zijn. En daarom staat er vers 9. Daarom heeft God hem verhoogd tot de allerhoogste plaats. En hem een naam gegeven heeft die boven alle namen is. Zodat bij de naam van Jezus iedere knie in hemel en op aarde en onder de aarde zich zal buigen. Iedere tong zal belijden. Iedere tong zal erkennen dat Jezus Heer is. Tot glorie van God de Vader. Waarom heeft hij het gedaan? Omdat hij kwam en hij zegt van ik ben de geweldige persoon die is. Nee, omdat hij heeft gezegd ik ben de geringste persoon. Ik ga daar zo direct meer over zeggen. We hebben een verkeerd idee van wat macht inhoudt. Daarom mijn geliefde vrienden, vers 12. Daar u te alle tijden gehoorzaam bent geweest, niet alleen in mijn aanwezigheid, zegt Paulus hier, maar nu des te meer in mijn afwezigheid, ga door met het uitwerking van uw redding met vrees en beven. Dus met andere woorden, het is wel waar, we zijn gered als we zeggen, ik geloof in de Heer Jezus en ik aanvaard hem en hij is voor mij gestorven, dan ben je gered. Maar dat wil niet zeggen dat je op je handen moet zitten. Ik zal jullie vertellen, ik weet dat velen jullie, misschien, ik heb dat vaker gezegd, maar ik weet dat sommige van jullie verschillende christenen teleur gaan zijn, gaan zeggen wat ik nou ga zeggen, maar een stoel warm houden op zondagmorgen is geen bediening. Iedereen heeft het talent van God gekregen. Ik weet dat sommige mensen zeggen, ja, maar ik weet niet wat ik kan doen. Ik kan niet zo zingen, ik kan niet dit zo voelen. Iedereen heeft talent. Ja? Iedereen. Vraag de Heer, wat moet ik doen? Oké. Er is veel te doen in de gemeente. Altijd veel te doen. En ook natuurlijk waar je woont. Want zegt hij hier, vers 13, want het is God die het willen en het werken in u werkt. Volgens zijn goede doelstelling. Doet alles zonder klagen of argumenteren, zodat u onberispelijk en puur mocht zijn, kinderen van God zonder schuld, te midden van een gewetenloos en verdorven geslacht, waarin u schijnt als sterren in het universum. Het woord van het leven vasthoudende, zodat ik kan roemen op de dag van Christus, dat ik mijn wedloop en arbeid niet voor niets heb gedaan. Dus dat zegt Paulus hier. Dus ik heb heel hard onder jullie gewerkt, en ik wil jullie Jezus bijbrengen en hem laten zien voor wie hij is. En dat jullie ook je relatie met hem moeten uitwerken. Zodat ik dit niet allemaal voor niets heb gedaan. Dat zegt hij allemaal. Maar ook indien ik uitgegoten word als een dankoffer over de eredienst die voortkomt uit uw geloof. Ben ik blij, verheug ik mij met u allen. Zodat u ook blij mag zijn en u zich met mij kan verheugen. Dus hij zegt, dit moeten we samen doen. Hij zegt, dit uitwerken van ons geloof met vrees en beven moeten we samen doen. Ik heb het vaak gezegd, christen zijn is niet moeilijk, het is onmogelijk. Alleen door de Heilige Geest en samen met elkaar kunnen we dat doen. Jacobus 3 vers 13 zegt, wie is wijs en verstandig onder u? Hij toont het uit zijn goede levenswandel, zijn daden. En dan kijk wat er staat. Die met nederigheid komt van de wijsheid. Die met nederigheid gedaan zijn, die het dus met wijsheid gedaan zijn. Uit nederigheid. Wat is je goede levenswandel? Nederigheid. Maar er zijn vaak mensen, en ik heb veel mensen meegemaakt, die vinden dat omdat ze een bepaalde bediening hebben, ze op de voorgrond moeten staan. De Bijbel leert mij dat als je hoe hoger jouw bediening is, tussen aanhalingstekens hoger, hoe meer jij op de achtergrond moet treden. Ik zal je vertellen, Jezus zei vaker ook, ze hebben hun beloning reeds. Ja? Die mensen kwamen en ze gaven heel veel geld. Ze wilden dat iedereen zag. Ze hebben hun beloning reeds. Iedereen zegt, oh geweldig. In de hemel krijg je dat niet. Daarom gaan de heleboel mensen, maar ik heb dit voor u gedaan. Ik heb dat voor u gedaan. Nee. Je hebt mijn naam gebruikt om je eigen zaak naar voren te schuiven. Dat is wat je gedaan hebt. Daarom zei Jezus ook. Hij zegt, als je wil bidden of je iets wil doen, ga naar je binnenkamer. Laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Ja?
Ik zou echt een vermoeden, wanneer we in de hemel terechtkomen, dat we gaan zien dat wat die dingen die Abraham enzovoort hebben gedaan, die niet opgetekend zijn, die geweldige dingen, hoe goedgevig ze waren en hoe gastvrij ze waren enzovoort. Want we hebben het over die vrouw met die twee lepta, die twee kleine muntjes. Een lepta is een kwart cent. Dat is alles wat ze had. Ze had half cent had ze. Maar ze dacht aan mensen die het veel erger dan haar hadden. Ja? Hij zegt, wie is wijs en verstandig onder u? Jacobus 3:13. Laat hij of zij het tonen uit zijn goede levenswandel. Zijn daden die met nederigheid door wijsheid gedaan zijn. Jacobus hoofdstuk 4 zegt het volgende. Maar hij geeft ons ook des te grotere genade. Daarom zegt het woord, God wederstaat de hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij genade. Dus hij, wat hij doet is, hij houdt de hoogmoedige op afstand. Hij duwt zich van zich af. Maar wat doet hij? Hij geeft meer genade aan de nederige, zegt hij vers 6. Hij zegt, onderwerpt u daarom dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig uw handen zondaar. Zuivert uw harten, u die innerlijk verdeeld zijn. Treurt, rouwt, jammert. Verander uw gelach in treurigheid en uw vreugde in neerslachtigheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Wat zegt hij hier? Hij zegt hier, kijk, hij geeft ons grotere genade. En deze tekst is eigenlijk, het vloeit heel erg mooi, want hij zegt hier, hij wederstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Dus onderwerp je aan God. Wie het weerstaat aan de duivel zal van u vlieden. Heel veel mensen houden ervan om deze tekst te citeren en zeggen ze, wie de staat biedt weerstand tegen de duivel zal van u vlieden. Ik ga je één ding zeggen, als je weerstand tegen de duivel biedt, gaat hij niet van je vlieden. Wat je eerst moet doen, is je onderwerp aan God. Dat is wat die tekst zegt. Onderwerp je aan God, dan als je de duivel, wat eigenlijk gebeurt, is dat wat hij niet weet, de duivel komt op je af. Maar weet je wie achter jou staat? En voor jou staat? En aan beide je helemaal omringt, de hele heilige Jezus, is de Heer Jezus. Ik weet je hoe vaak tegen Satan naar me toe kwam en ik tegen hem heb gezegd, je hebt geen probleem met mij. Je hebt een probleem met hem. Want weet je wat? Hij heeft mij gekocht. Ik behoor mijzelf niet toe. Als je een probleem hebt, ga met hem praten. Ik behoor mijzelf niet toe. Ik ben door de Heer Jezus gekocht. Door zijn bloed. Ik heb geen probleem met Satan. Hij heeft een probleem met mij. Maar ik niet met hem. Want Jezus zorgt voor mij. Daarom onderwerp je aan en Satan zal van je vlieden. Maar wat moet je dan ook doen? Je moet je tot God naderen. En je moet je hart je handen reinigen. En je harten moet je zuiveren. En die innerlijke verdeeldheid moet weg. We moeten recht uitgaan. Staat in de Jesaja staat er. Waar God zegt, ik gooi uw zonde achter mijn rug. Weet je waarom hij dat zegt? Want God kijkt nooit om. God kijkt nooit om. Hij gaat recht voor zich uit. Hij kijkt niet naar het verleden. Satan houdt ervan om mij en u allemaal vast te houden aan het verleden. En ik zeg ook vaker, jullie kennen dit allemaal al. Als Satan je herinnert aan zijn verleden, herinner hem aan zijn toekomst. Je moet niet vergeten, Satan is een verslagen vijand. Maar hij heeft nog steeds heel veel macht. Hij heeft de macht van overreding. Hij kan je ompraten. Sta niet toe dat hij je ompraat. Dat is wat hier zegt. Onderwerp je aan God, bied weerstand aan de duivel. Nee, ik ga dat niet doen. Dat doe ik niet. In de naam van Jezus, dat doe ik niet. Maar als je voor God vernedert, zal hij jou verhogen te zijn tijd. Wanneer het zijn tijd is. Titus 3 vers 1 en 2 zegt, herinner de mensen eraan dat zij zich aan de overheid en gezag onderwerpen. Gehoorzaam moeten zijn, tot alle goede werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, vreedzaam en zorgzaam te zijn en om ware nederigheid te tonen aan alle mensen. Ware nederigheid te tonen aan alle mensen. We moeten ons onderwerpen. God heeft autoriteit gezet op deze aarde. We moeten de regering gehoorzamen. Dat is wat de Bijbel ons leert. Dat moeten we doen. En ik weet dat als mensen willen we vaak zo gauw mogelijk door bochten en dingen gaan. Ik ga dat niet doen. Ik ga dit niet doen. Ja. Dat doen we soms. De Bijbel staat,
geef aan ieder wat je die schuldig zijn. Is het eer, is het dan geef hem eer. Is het belasting, dan belasting. Dat staat letterlijk in de Bijbel. Er zijn sommige dingen waar je hier makkelijk omheen kan doen. Het doet niet. Als ik hier en daar ga en ik ga preken of zo, en ze geven me wat geld of zo voor, ik geef het op aan de belastingdienst. Ze hoeven het nooit te weten, ze komen er nooit achter. Maar hij weet je, ik zal je vertellen, Jezus heeft gezegd dat ik belasting moet betalen. Hij betaalde die belasting. Hij heeft dat gezegd toen de Koninkrijk van Nederland niet eens bestond. Dus als jij, daarom zeiden ze ook, tegen u heb ik gezond, zei David, en u alleen. Toch? Toen hij dat gedaan had met Bathsheba en met Uria. Want hij is degene die zegt dat we niet moeten stelen, niet moeten moorden en zo. Dus ik het geld, ik geef het op. Ja? Het is niet mijn ding, het is zijn geld. Het is niet mijn geld, het is zijn geld. Echt waar, zo werkt het. En ik zal jullie één ding vertellen, ik ben nog nooit in mijn leven iets tekort gekomen. Nog nooit. Nog nooit. Hij zegt ook hier, in 1 Petrus 5, praat hij tot de jongeren. En hij zegt, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Onderwerpt u aan de oudsten. Hij zegt u allen, kleed u zich met nederigheid tegenover elkaar. Want God wederstaat de hoogmoedige, maar de nederig heeft hij genade. Het is precies hetzelfde wat we net hebben gelezen. Toch? Wat we weer gelezen in Jacobus. Toch zegt Petrus het, door de Heilige Geest. Hij zegt, u allen, kleed u met nederigheid. Dus u doet het aan, zodat iedereen het kan zien. Maar het moet vanuit de bron van je wezen komen. Want God wederstaat de hoogmoedige. En dat doet hij. Ze duwt ze op afstaan. Maar de nederige trekt hij naar zich toe. En dan staat er. Vernedert u onder de machtige hand Gods. Opdat u uit de zijne tijd verhoogt. En dan kijk wat er staat. Werpt al uw angsten op hem. Dat is letterlijk wat er staat. Angsten. Werpt al uw angsten op hem. Want hij zorgt voor u. Wees zelfbeheers en alert. Of waakzaam, want uw vijand de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. Wederstaat hem standvastig in het geloof, wetende dat uw broeders in de wereld hetzelfde lijden ondergaan. En de God van alle genade die u in Christus Jezus geroepen heeft, tot zijn eeuwige glorie, nadat u een korte tijd van lijden heeft meegemaakt, zal hij u zelf herstellen en u sterk en vastberaden en standvastig maken. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou kijk wat hij zegt, hij begint hiermee. En in principe is dit precies hetzelfde wat Jacobus eerder heeft gezegd. Hij zegt dus, kleed je met nederigheid tegenover elkaar, want God wederstaat de hoogmoedige en de nederige. Maar de nederige heeft genade. En dan zegt hij weer, onderwerp je, verneder je onder de machtige hand van God en zal je zijn tijd verhogen. Werp al uw angsten op hem. Zie je waarom deze teksten, ze lijken alsof ze los van elkaar zijn, hè? Toch? Want de ene zegt van, onderwerp je de machtige hand, hij zal het zijn uitvoeren, werp al je angsten op hem. Kijk, het punt is dat, om jezelf weg te cijferen, is heel erg moeilijk. Daarom zegt hij, werp uw angsten op hem, want hij zorgt voor u. Hij zegt, wanneer je dat gaat doen, is het in principe, wanneer je jezelf nederig opstelt, kan je kwetsbaar overkomen. Kan je kwetsbaar voelen. Daarom zegt hij, maak je geen zorgen daarover, ik zorg voor jou. En wees dan zelfbeheerst. Dus doe wat ik, wees zoals ik zeg. Dus wees zelfbeheerst. Niet waar? Want hij zegt zelf ook, in 1 Timotheus 1 vers 7 zegt hij, want ik heb u, hoofdstuk 1 vers 7 zegt hij, want ik heb u niet gegeven een geest van vrees, maar van liefde, kracht en zelfbeheersing. Dus hij zegt, wees zelfbeheerst, wees waakzaam. Hij zegt, de duivel gaat rond zijn bronde leeuw, hij zoekt wie hij kan meetrekken, maar wederstaat hem. In het geloof. In welk geloof? Jezus zal mij nooit begeven en zal mij nooit verlaten. Maar hij roept ons op, zoals staat in vers 10, dat we vastberaden en standvastig moeten we zijn. Wanneer we door een moeilijke situatie gaan, hij zal ons herstellen. En je weet wat ze altijd zeggen, hey, what doesn't kill you makes you stronger. En in principe is dat waar. Is dat waar. Dus als je kijkt, zoals ik eerder zei, dus je vernederen kan je doen denken dat je je kwetsbaar opstelt, maar God zal je beschermen. En de vijand, die een verdorven gevoel van trots heeft, wil ons doen denken dat nederigheid een zwakte is. Dat is wat hij hier gezegd heeft. Hij wil ons doen denken dat nederigheid een zwakte is, terwijl juist het tegengestelde waar is. Want het is kracht en macht in en door de Heilige Geest. Want in Lucas 6, is zoals eerder zei, we hebben een verkeerd beeld van wat
macht betekent. Je ziet filmpjes en je ziet de geschiedenis enzovoort. En je ziet, het is begonnen eigenlijk in het Nieuwe Testament, in het, trouwens in het Oude Testament, helemaal in Genesis begin, waar hij zegt van, iemand heeft mij geslagen, ik heb hem in elkaar geslagen. Iemand zegt iets tegen mij, ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald, zegt hij toch? Je weet wat ik de tekst ik bedoel. Ik zal even voor jullie lezen. Ja. Lamech zei tot zijn vrouw, de Adda en Silla, dit is Genesis 4 vers 23. Hoor mijn stem, vrouw van Lamech, neig uw oor tot mijn reden. Ik sloeg een knaap dood om mijn wonden, een knaap om mijn striem. Want Kain wordt 7 maal gebroken, maar Lamech 77 maal. Dus, met andere woorden, de trots is hier tot het hoogste verheven. Niet waar? God kan het maar 7 maal doen. Ik kan het 70 maal doen. Oké, probeer op me af te komen. Ga je zien wat ik met je doe. Dat is eigenlijk wat hij zei. Dat is die trots. En dat is wat de vijand ons wil laten denken. En dat zie je ook in de wereld, die trots. Ja, dat ga je niet met mij doen. Want dan krijg je de volle laag. Weet je wat ik bedoel? Trots komt telkens weer naar boven. Maar de Bijbel leert ons. En ik zie in Lucas 6, vers 27, 38. Maar tot u die mij hoort, zeg ik, heb je vijanden lief. Doe wel degene die u haten. Zegent wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand op een wankeer ook het andere toe. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand u iets, geef het hem. Neemt iemand het van u, vraag het niet terug. En gelijk u wil dat mensen u doen, doet u het ook evenzo. En indien u lief heeft wie u lief hebben, wat hebt u daarop voor? Immers ook de zondaren hebben lief, die hen lief hebben. Want indien u goed doet aan wie u goed doet, wat hebt u daarop voor? Ook de zondaren doen dat. Indien u leent aan hen die, van wie u hoopt iets te ontvangen, wat hebt u daarvoor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doet hun goed, leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed jegens de ondankbare en de boze. Wees genadig, gelijk uw vader genadig is. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. En veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en u zal gegeven worden. Een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee u meet zult u gemeten worden. Wat Jezus eigenlijk hier zegt, kijk, de reden waarom Jezus de machtigste persoon is die ooit heeft geleefd, is niet specifiek omdat hij God was, want hij is God en iemand is machtiger dan God. God hoeft niet te slaan. Nou, je moet die rekening houden. Er zijn vele christenen die bang zijn voor Satan, want ze denken dat God al deze tijd tegen Satan vecht en niet schijnt te kunnen winnen. God heeft nog nooit tegen Satan gevochten. Nog nooit. Het verschil tussen Satan en God is het verschil tussen mij en de mier die hier loopt. En hij hoeft niet eens met zijn duim te drukken. Toch? We denken dat. Hij is gewoon een overwonnen. God heeft nog nooit tegen Satan gevochten. Nog nooit. Wanneer hij het gaat doen, is het afgelopen. Op het ogenblik wordt het gedaan door engelen. Toch? Dat kan je ook zien in Daniel. Waar die engel wordt gestuurd en die engel wordt gestuurd om dit en die tegen te gaan. God zegt niet tegen Satan. Wanneer hij het gaat doen, hij gaat het doen. Maar dan is het afgelopen. Oké, dan gaan we een andere keer verder over. Maar hij zegt hier, waarom Jezus de machtigste persoon is die ooit heeft geleefd, is omdat wanneer, je moet niet vergeten, wij hebben wat je noemt actie-reactie. Herinner je het toch? Iemand slaat je, voordat je denkt, boem, reageer je, boem, sla je direct terug. Niet, zonder na te denken, het is gewoon een reactie. Toch? Maar wat hij eigenlijk zegt, is dat als iemand je slaat, moet je die zelfbeheersing toepassen en je andere wang draaien. Weet je hoeveel macht daarvoor nodig is om dat te kunnen doen? Ja? Weet je hoeveel macht daarvoor nodig is om niet terug te slaan? Weet je hoeveel macht ervoor nodig is als iemand iets van je afpakt om te zeggen van, ja? Ik weet van een persoon die dit gedaan heeft een keer. Iemand kwam naar toe, hield een mes tegen, zei, geef me je dingen, geef me al je geld. En toen heeft hij die wallet gegeven, zijn dingen gegeven. Maar die persoon liep weg. En toen de man die hem overviel, liep weg. En hij zegt, wacht even, hij riep hem terug. En hij zegt, wacht even, ik was vergeten, ik had een tientje nog in mijn sok, want ik had de dingen zo, hier is het. Die man zegt, ben je gek? Hij zegt, waarom doe je dat?
Hij zegt wel, toen heeft hij over de Heer Jezus verteld. Mijn leven, mijn tijden zijn in Gods handen. Dat is macht. Je neemt het van me af, je mag het hebben. Hier zei iemand tegen mij, iemand iets werd afgenomen, ik heb een jaar geleden. En toen zei hij, ben je niet boos? Ik zeg, nee, het is belangrijker voor hun dan het voor mij is. Dus ze mogen het hebben. Ik kan het toch niet meenemen. En ben nog nooit iets tekort gekomen. Dat is macht. Dat is macht. We hebben niet lief wie ons lief hebben. We hebben lief wie ons niet lief hebben. Ja? We doen niet alleen goed aan mensen die goed voor ons doen, dan mensen die niet goed voor ons zijn. Dat is macht. Weet je wat dat macht is? Dit is macht. Terwijl wij nog zondaars waren, stierf Christus voor ons. Dat is macht. Petrus zegt hier, in 1 Petrus, tenslotte. En ieder van, en hij zegt ook hier, als we niet oordelen enzovoort, en ja, ik zou dit stuk even nog bij afsluiten. Hij zegt, we moeten ons vijanden lief hebben, we moeten lenen zonder vergelding te open, geef iemand vraag, geef het aan ze, je mag het meenemen. Ja. Ik moet dit wel even zeggen, ik heb er eens gelezen van die, er waren twee mannen die, twee vrienden die daar stonden en ze stonden boven het graf van hun vriend die al in het graf was. En toen zeiden ze, weet je, het is echt waar wat mensen zeggen. Je kan het echt niet meenemen wat je hebt. Maar je kan wel dat van iemand anders meenemen. Hij was ze heel wat schuldig. Dus daarom zegt de Bijbel, als je iemand geeft het terug. De Bijbel zegt ook, wees niemand iets schuldig naar liefde. Dus als je iemand iets schuldig bent, geef het terug. Okay? Ik weet dat je niets mag afnemen. Maar als jij iets van iemand geeft het terug. Zorg dat je het teruggeeft. Okay? Wat zegt hij hier? Geef. Hij zegt geef. En dan zal je gegeven worden. Een goede gedrukte geschudde overlopende maat zal men in uw schoten zijn. Schud het. Maar je moet niet vergeten. We wachten omdat, ik geef dit aan de Heer. Dus ik krijg heel wat. Nee, je moet niet vergeten. Jezus denkt niet in termen van tijdelijkheid. Jezus denkt in eeuwigheid. Je krijgt het daar. Als je me het hier geeft, kan ik het toch niet meenemen. Ik heb het liever daar. Zie je waar? Dus bijvoorbeeld wanneer je tiende geeft. Aan wie geef je tiende? Je geeft de tiende niet aan de gemeente, je geeft het aan Jezus. Je betaalt in principe vooruit. 1 Petrus 3 vers 8 en 12 staat hier. Zegt hij, ten slotte aan ieder van u leeft in harmonie met elkaar. Dus individueel moeten we individueel met elkaar in harmonie leven. Wees sympathiek, leef als broeders, heb compassie. En hier is het weer. Wees nederig. Vergeld geen kwaad met kwaad of belediging met belediging, maar met zegening. Want hiertoe bent u geroepen, zodat u zegen mogen beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. Hij wijkt af van het kwade en doet het goede. Hij moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren attent op hun gebeden. Maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. In harmonie leven. Iemand zegt iets tegen je. Vergeef het. Laat het niet in je broeien en helemaal je hele leven ondersteboven halen. Vergeef het. Ik had gezegd dat ik aan het begin wil ik praten eigenlijk over wat nederigheid eigenlijk is. Dus de Heere Jezus, onze Heer, hij weigerde met zijn superioriteit te paraderen. Hij weigerde dat. In plaats daarvan zei hij, de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven voor een losprijs van velen. Matthäus 20 vers 28. Hij was almachtige God, maar hij deed dat. Hij liep niet zo rond. Dus Jezus maakte zich niets om een dienstknecht te worden. En dit demonstreerde hij, zoals er geschreven is in Johannes 13. Want niemand in die groep op die avond wou zich vernederen om de voeten te wassen van de anderen. Niemand wou dat doen, want dat was de laagste van de laagste van de laagste slaaf die dat deed.
Dus je kan je voorstellen, een ongemakkelijke stilte vulde de kamer toen Jezus dat deed. En Petrus brak de stilte door te weigeren dat Jezus zijn voeten waste. En Jezus verzekerde hem dat dat een deel van Gods plan was. En dat Petrus, en toen liet Petrus zich, toen zwichtte Petrus daarvoor. Dus Jezus zei dat wij ons als dienaren moeten maken om zodoende mensenlevens te kunnen aanraken en om te voldoen aan hun behoeften. Dat heeft hij met ons gedaan, toch? Ja, en dat is in Johannes 13. Nou, dus het ging bij Jezus niet om positie. Hij was de meester, zij waren leerlingen. Jezus was niet uit op erkenning. Dus vaak gebruikt onze ego nederigheid soms als een soort zelfpromotie voor een bepaald doel. Of in het algemeen. Jezus deed dit nooit. We kregen geen onderscheid of een beloning voor het wassen van voeten. Jezus was verzekerd in wie hij was. Dus de sleutel tot Jezus zijn vermogen om voeten te wassen was dat hij wist dat de Vader alles onder zijn macht had gelegd. En dat hij van de Vader kwam en tot de Vader zou wederkeren. Dus Jezus begreep waar hij vandaan kwam. En waar hij naartoe ging. En wat hij had. Nou, dat is een goede formule om jaloezie te overwinnen. Om te begrijpen dat onze waarde komt van onze hemelse Vader. En wat hij ons heeft toevertrouwd. Met zijn autoriteit. Dat wij in de eeuwigheid met hem zullen zijn. Met dat begrip kunnen we vrij zijn om voeten te wassen. Ik heb een jaar geleden, was een schoolvriend en die zei iets tegen me. En ik ben vergeten wat het was, maar hij zei iets tegen me. En het ging over dat wij niet zeker zijn van bepaalde dingen. Ik weet niet meer, we hadden een bepaald gesprek. En toen zei ik, ik ken een antwoord op 5 vragen. Als jij een antwoord op 1 van ze kent, ben je heel goed op weg. Ik zeg, ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik naartoe ga. En ik weet wie ik toe behoor. En ik weet wat ik hier doe. Dat zijn die 5. Ik weet waarom ik hier ben. Als je dat weet, kan je dit doen. Want we behoren onszelf niet toe. We behoren Jezus toe. Hij heeft ons vrijgekocht. Dus ook in Markus 9 zien wij Jezus zijn zicht op competitie. Dus in dit verhaal, in Markus 9 natuurlijk, zijn discipelen komen heel bezorgd naar hem toe dat iemand bezig was met hun zaak. Dus hij was niet een van de gekozenen, maar hij was wel de demonen aan het uitdrijven. En de discipelen vertellen de man dat hij moet stoppen. Toch? En Johannes vertelt Jezus dat zij de zaak hebben afgehandeld. We hebben die man gezegd dat hij moet stoppen. En tot hun verbazing geeft Jezus hun geen beloning, maar een bestraffing. Jezus zegt, belet hem niet. Dit is Markus 9, vers 39. Dus Jezus was blij dat het koninkrijk van de duisternis aan het verliezen was en een koning van de hemel aan het vorderen was. En Jezus zei zelf ook, als hij voor ons is, kan hij niet tegen ons zijn. Ditzelfde is ook gebeurd ergens anders in de Bijbel. Ik zou graag willen weten waar. Ditzelfde is ook gebeurd in de Bijbel. Deze houding, deze situatie. Ditzelfde, precies hetzelfde is ook gebeurd. Wat zeg je? Ik zal je een beetje helpen. Een andere persoon heeft dit ook gedaan. Precies hetzelfde is gebeurd. Toen Mozes naar buiten gekomen was, sprak hij de woorden des Heren tot het volk. Daarop vergaderde hij 70 mannen uit de oosten van het volk en stelde hen rondom de tent. Toen daalde de Heren in een wolk neer en sprak tot hem. En hij nam een deel van de geest die op hem was, Mozes, en legde dat op de 70 mannen en op de oudste. Toen de geest op hen rustte, profeteerde zij, doch daarna niet meer. 2 mannen waren nu in de lege plaats achtergebleven, de een heette Eldad en de ander heette Medad. Toen de geest op hen rustte, zij behoorden tot de opgeschrevenen, maar waren niet naar de tent gegaan, profeteerden zij in de lege plaats. Een jongeman snelde daarop heen en bracht Mozes bericht en zeide, Eldad en Medad
zijn aan het profiteren in het legerplaats. Jozua nu, de zoon van Nun, die vanaf jongs af Mozes dienaar was geweest, antwoordde daarop en zeide: mijn heer Mozes, belet het hun. Precies hetzelfde. Doch Mozes zeide tot hem: ben je jaloers voor mij? Och, waar het dat het gehele volk des Heeren profeteerde, doordat de Heer het zijn geest op hen gaf. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Dus hij kwam naar hem toe en zei: Heer, is het gewoon tegel, is het bezet? En Mozes zei: ik wil niet alleen dat beeld dat het doet, maar dat het hele, alle 2 miljoen Israëlieten profeteerde. Dat wil hij. Je hoeft niet jaloers voor mij te zijn. De echte toets hier voor ons is: ben je blij wanneer anderen gezegend worden? Zelf ego wil vaak God een handje helpen wanneer iemand onze offers, dienst of inspanning niet ziet. Hè? Wil we God een handje helpen. Maar Jezus laat ons zien dat ware nederigheid op God kan vertrouwen voor de uitkomst. Laten we eindigen met deze laatste tekst in Colossenzen 3 vers 12 tot en met 17. En hij zegt: daarom als Gods uitverkorene volk, Colossenzen 3 vers 12. Daarom, als Gods uitverkorene volk, heilig en zeer geliefd, wat moeten we doen? Nee, hier staat het weer: kleed u met compassie, nederigheid, tederheid en geduld. Wees geduldig met elkaar. Vergeef welke grieven dat u dan ook mag hebben tegen elkaar. Vergeef zoals de Heer u vergeven heeft. En doe bij al deze deugden de liefde aan, die hen allemaal tezamen verbindt in volmaakte eenheid. Laat de vrede van Christus in uw harten regeren, daar u als leden van één lichaam tot vrede geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, zodat u in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, met dankbaarheid tot God in uw harten. En wat ook u ook niet doet, zij het in woord of daad, doe het alles in de naam van de Heere Jezus, God de Vader dankende door hem. Hij wijst ons: wij zijn Gods uitverkorene volk, we zijn Gods heilig volk, we zijn zeer geliefd. En zo daarom moeten wij ons kleden met compassie, nederigheid, geduld. Geduldig zijn met elkaar, vers 13. Als je iets tegen hem hebt, vergeef het. Net zoals de Heer ons vergeeft. Hij zegt: vergeef zoals God ons vergeeft. Heb lief zoals God ons lief heeft. Wees heilig zoals ik heilig ben. Dat is wat hij zegt. Deze dingen zijn niet makkelijk te doen. Daarom moeten we de Heilige Geest ons vragen. Ik ga in de komende tijd. Ik was begonnen met de Heilige Geest. Ik wil praten over de vulling met de Heilige Geest. En ik ga daar ook over praten. En een heleboel dingen die moeten ook weggehaald worden. Ik weet ook dat mensen zeggen: als je niet spreekt in tongen, ben je niet gered. Dat is nonsens. Ik ben gered door het bloed van Jezus. Okay. Dat je naar een gave moet verlangen, absoluut. Maar laat niemand jou neerhalen voor jouw geloof in de Heer Jezus. Dus wij hebben geleerd, het komt eigenlijk hierop neer. Hebben wij geleerd onszelf te vernederen voor God en hem te vertrouwen? Zoals Psalm 31 vers 15 zegt: mijn tijden zijn in uw handen. Kunnen we ons vernederen voor God en voor de mensen? Vernedering is ons vernederen zoals door de Heilige Geest. Is geen zwakte, het is een macht, het is een kracht. Dus het is dus tijd voor ons om te keren, om ons te keren naar Jezus' voorbeeld. Terug te gaan naar Jezus' voorbeeld. Ons Jezus' voorbeeld op zich nemen. Wij moeten ons kleed van trots, jaloezie, vooroordeel afleggen. En wat moeten we aandoen? Colossenzen 3 vers 12. We moeten ons kleden met compassie, nederigheid, tederheid en geduld. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord. Ik dank u voor wat u ons getoond heeft. U zei niet alleen dingen, u deed het. Uw daden spraken altijd, zeiden veel meer en wogen veel zwaarder dan wat u praktisch zei. Maar elk woord dat uit uw mond kwam, waren woorden van opbouw, waren woorden van kracht, waren woorden van eeuwigheid.
Ik dank u daarvoor, Heer Jezus. En ik bid dat er ieder van mijn broers en zusters hier vanmorgen over de hele wereld in het lichaam van Christus, dat we ons mogen beseffen wie wij zijn, dat wij uw uitverkoren volk zijn, heilig en zeer geliefd. En wij vragen, ik vraag vanmorgen dat u ons, ieder van ons kleedt, met dat prachtige kleed, dat kleed dat Jezus aan had, dat kleed van compassie, nederigheid, tederheid en geduld. Ik bid dat u ons daarmee kleedt en dat wij ons daarmee laten kleden. Ik vraag in de naam van Jezus. Amen. Wilt u gaan staan voor de zegen? Volk van God, de Heere zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij uw genade. De Heer verheft van zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.